Afgelopen weekend ging het helemaal los in Eindhoven. Kijk wat hier gebeurt. Zo! Railschoppers maakten veel kapot op het station, waaronder de zeer geliefde piano. Hoe kijk je terug op de rellen van afgelopen zondag? Ik kijk terug met een onrealistisch gevoel en ongeloof. Ik was thuis toen ik gebeld werd dat het echt niet goed ging op het station. Ik mocht ook niet hier naartoe komen omdat het door de politie gewoon nog niet veilig was gegeven. En daarna konden we pas in de hal gaan kijken en dan tref je gewoon echt een ravage aan. Hoe lag de piano er toen bij? Die lag op zijn kant. Die was omvergetrokken. Okay. En hij staat er nu al heel veel beter bij dan die ertoe bij lag. Wat is ermee gebeurd dan? We hebben hem recht gezet. Okay. Ja. U bent de initiatiefnemer van dit mooie project. Waar komt het idee vandaan? Nou, als Eindhovenaar, ik zat te kijken naar de beelden van de rellen. En één beeld wat me bijbleef was die piano. En die piano die staat voor mij voor iets open, verbinding, muziek, een grote glimlach. En die lag een duig. En dat maakte heel veel indruk. Mm-hmm. En dat was ook het moment waarop ik dacht, dit moeten we met elkaar herstellen. En in de Rotary groep, de Rotary Soeterbeek, hebben we meteen gezegd, dat gaan we doen. Waarom is de piano zo belangrijk voor het station? Ja, het heeft een soort emotionele waarde. Het is voor mensen ook een afspreekpunt. En zo'n piano, het geeft sfeer aan het stationshal, zeker zoals deze op Eindhoven Centraal. Je merkte ook maandag dat die piano heel veel aandacht trok, dus dat mensen er echt emotioneel bij betrokken zijn. Gaat u zelf ook spelen of niet? Nou, dat wil je echt niet meemaken. Is dat zo? Ik kan niet spelen. Ik kan ervan genieten, maar ik kan slecht piano spelen. Wat vindt u ervan dat hij terug is? Geweldig. Ik wil alleen maar heel erg blij mee zijn, hè, dat we weer een nieuwe staat. We waren ook echt het meest doorverbaasd omdat het piano een stuk was. Ja, en daarom kwamen we vandaag eigenlijk vanuit thuis om te kijken dat er een nieuwe piano zat. Oké. Speciaal voor de piano kwamen jullie hier. Ja, om te kijken, inderdaad. Ik had zo'n verdriet toen ik dat zag dat hij kapot was. Schrikkelijk. Ik heb gehuild. Ja? Ja. Toen dacht ik, als mijn kinderen dit doen, dan word ik echt pissig. Heeft u kinderen? Ja. En waar waren ze? De ene was, die woont in Reuzel, die heeft een kindje en die was gewoon braaf thuis. Okay, en die andere die was volgens mij ook thuis, maar dat weet ik niet zeker. Hij is wel de volgende dag gaan kijken overdag. De misdadiger komt altijd terug op de plaats van de misdrijf, toch? Jongens, waar waren jullie zondagavond? Ik moest naar het station toe om een pasfoto te laten maken hier in zo'n pashokje. Ja. En toen kwam ik tot grote verbazing erachter dat er heel veel dingen aan de hand waren waar ik niet had verwacht. Was je erbij zondag? Ja, ik was erbij. Ja, is het zo? Ja. Wat heb je allemaal gezien? Ik heb auto's in de fik gezien, ik heb stenen gezien, van alles gezien. Heb je het zelf ook gedaan of niet? Nee. Zeker weten? Ik weet het zeker. Ja, is het zo? Oké, heel goed. En die piano binnen was ook kapot. Wat vind je er nou van al dat vandalisme? Ja, dat is gewoon niet normaal. Ja, gestraft worden. Verder niks. Ja, wat voor straf moeten ze krijgen? Zo'n 90 euro boete of zo. 90 euro boete. Gewoon... 90 euro, is dat alles? Ja. Je weet hoeveel hoeft er kapot is, hè? Hoeft niet zo erg, snap je? Oké. Okay. Daarom. Speelt u zelf ook piano? Nee. Nee? Heb ik wel gewild. Oké. Okay. Maar ik kreeg geen piano. Okay. Ik kreeg een viool. Oh, nou, dat is ook leuk, toch? Nee. Dat is niet leuk. Niet leuk. Ik zag dat jij als een van de eerste op de piano mocht spelen. Ja. Wat vond je ervan? Leuk en ook cool. Hoe speelt hij? Goed. Ja, heel goed. Hij klinkt ook super mooi. Wat vond je van al die railschoppers die hier tekeer gingen? Ja, stom. Heel stom. En heb je een boodschap voor al die mensen die aan het rellen zijn? Ja, dat ze het gewoon niet meer moesten doen. Dat het gewoon niet meer normaal is, dat wat ze hier doen. Dat het zo echt helemaal niet op Eindhoven lijkt. Dat ze al deze dingen doen en bijna niemand is er ook blij mee. Nu was het afgelopen nacht wel wat rustiger qua rellen. Ja, klopt. Maar de rellen zijn misschien nog niet helemaal voorbij. Misschien komt er wel weer een nieuwe oplaaier. Bent u niet bang dat de nieuwe piano misschien te vroeg is daarvoor? Nee, ik ben daar niet bang voor. Het doel van ons allemaal is altijd geweest om te laten zien hoe veerkrachtig Eindhoven is, hoe veerkrachtig NS er is. Als je om je heen kijkt, al het glas op de benedenetage is al gewoon weer nieuw erin en daar hoort deze piano gewoon bij. Dus voor mij is het juist symbolisch moment van opstaan. Ik zou zeggen, blijf er gewoon vanaf, tenzij je hem wil bespelen.